Ik sta hier voor een vitrine met astrolabia erin. Dat zijn deze drie schijven. Zo'n astrolabium werd gebruikt om dingen mee te meten. Je kon er van alles mee meten. Vaak stond er op die cirkelschijf een kaart van de hemel. Dus als je ergens stond op een bepaalde plek, want die astrolabia zijn altijd gemaakt voor op een bepaalde plek, dan kon je aan de hand van de sterren die je zag, en dan kon je draaien hoe jij de horizon ziet, kun je zien bijvoorbeeld hoe laat het is. Dit astrolabium bijvoorbeeld werd gebruikt om maansverduisteringen mee te voorspellen. Dus je kon er van allerlei dingen mee meten. Astrolabia komen oorspronkelijk uit de Griekse oudheid, maar zijn vooral in de Arabische wereld verder ontwikkeld. Deze bijvoorbeeld die je hier ziet is nog later, die is uit 1450 en die komt bijvoorbeeld uit Frankrijk. Dus die zijn ook naar West-Europa gekomen later. Oké, ik sta hier nu bij een model van een astrolabium, een replica. Dat is nagemaakt, dat betekent dat we hier aan mogen komen. Dus stel dat we willen weten hoe laat het is. Het is nacht en je hebt gemeten de onderste ster van het sterrenbeeld Orion staat op 20 graden boven de horizon. Nou, dan moeten we met deze hele binnenste schijf gaan draaien en die leggen we, hier de punt leggen we op de cirkel die je niet zo goed kan zien waarschijnlijk, maar dat is een cirkel, daar staat een 20 bij, van 20 graden. En vervolgens gaan we met deze wijzer de datum zoeken, want hier op deze cirkel staat aan de binnenkant zo de maanden en de dagen eromheen. Dus dat, stel dat het 20 november is, hier staat november, daar staat 20, dus daar leg ik de wijzer naast en dan kun je hier aan de buitenkant zien dat het dan 4 uur 's nachts geweest is.